Goedemorgen, het is woensdag vandaag. Het is de 27e, derde kerstdag noem ik ook wel. En we hebben vandaag een leuk spannend dagje voor de boeg. Het is voornamelijk de dag van de DKK, oftewel de Dungense Kennisquiz. Ik kom zelf oorspronkelijk uit een Dunga. En die organiseren elke derde kerstdag, elke, dat is dus één keer in het jaar, een quiz. Onder andere over de Dunga, maar ook heel veel algemene kennis en et cetera. En dit is volgens mij nu ons vierde jaar dat wij eraan meedoen. Waarvan we twee keer eerst zijn geworden en vorig jaar zijn we derde geworden. En dit is echt zo leuk. We hebben hier zoveel zin in. Het is niet normaal. Dit vinden we echt wel... Ah! Dus daar heb ik echt super veel zin in. Ik hou sowieso van spelletjes spelen. En dit ook. Wij hebben gewoon een super, super, super enthousiast team. Waarin iedereen keihard knalt en zijn best doet en echt wil winnen. En dat is gewoon zo leuk. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik neem Isabel mee. Dat is wel nadat ik tussendoor dus heel even moet voeden. En een half uur dus geen tijd aan de vraag te werken. Terwijl je die tijd echt heel hard nodig hebt. Want er zijn zo ontzettend veel vragen. Maar goed, hoort er eenmaal bij. En dan komt het ook allemaal wel weer goed, denk ik dan. Dus hopen dat ze een beetje rustig is. Want ze had gisteren op een gegeven moment ook een keer bij mijn schoonmoeder een huiluurtje. Dat is dan wel vervelend. Maar goed, het komt allemaal wel goed. We gaan allemaal gewoon lekker ons best doen en knallen. Het is overigens nu 9 uur. En die quiz is pas vanmiddag. Ik moet nu naar het consultatiebureau. Omdat Isabel vorige week woensdag mijn 100 gram was aangekomen. Toen ben ik dus die vrijdag nog geweest. Toen was ze gelukkig in 2 dagen 110 gram aangekomen. En ja, we hadden toch zoiets even kijken hoe het nu gaat. Maar ik heb wel het idee dat het wel weer goed gaat. Dat mijn borstvoeding ook weer gewoon een beetje op peil is. En dat twee borsten aanbieden wel echt gewoon nodig is nu. Maar dat is ook prima. Dus ik hoop dat ik gewoon lekker tot aan de zomervakantie dadelijk borstvoeding kan geven. Want dat is mijn streven. Ja, weet je, mocht het niet lukken, dan baal ik ervan. Ik ben er echt niet aan toe om hiermee te stoppen. Maar ja, goed. Als het zo is, dan is het zo. En dan kan ik dat vast ook wel een plekje geven. Maar ik ga ervan uit dat ik echt tot aan de zomervakantie gewoon borstvoeding kan blijven geven. Dus dat. Nou ja, ik ben een keer op tijd. Ik heb daar echt... Nou ben ik echt gewoon ruim een kwartier te vroeg klaar. En soms dan moet ik echt haasten, want ben ik gewoon te laat. Nou, dan ga ik de tas maar even controleren. De luiertas, kijken of er alles in zit. Of in ieder geval de wikkeldoek. En de luiers, die moet ik er overigens wel in doen. Ja. Die ga ik nog allemaal even pakken. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Ons prachtige meisje. Kijk dan, hoe houdt alles vast. Ze is weer goed aangekomen. 170 gram in 5 dagen dus. Oeh, alles op de top. En dan is het zo tijd om naar de dingen te gaan voor de quiz. Ja, we zijn begonnen. Ik ben aan het puzzelen met Disney figuren en dan de kruiswoordpuzzel. Of een kruiswoordzoeker. En iedereen is aan de slag. En we hebben heel veel eten. Ik heb de foto's net geëcht. Oeh, de food. En er wordt een brug gebouwd. Oh, 21 is ook helemaal niet gedaan. 21? Ja, maar hij staat niet in het boek. Oh. Ja, maar dat zal nog vaker zijn, denk ik. Je moet eens even formulieren gaan verzamelen. Ja, ik heb hier al een heleboel. Iets meer en als je er eentje hebt, waar alle antwoorden opstaan, kun je voor mij dan zo'n prijs voor. Hoe staat hij daar ook nog? Ja, dat is niet normaal, hè? Je kan deze briefje nergens meer vinden. Misschien daar ik even handig om iedereen even gewoon bij elkaar te roepen en even te zorgen dat we alles weer compleet hebben en dan te verdelen op wat we moeten. En ook hier wordt hard gewerkt. Dit is een startmotor van waarschijnlijk een... Zo, we zitten weer in de auto. Ik ben met mijn zoon dan. Dat komt omdat ik nog maar weet wat ik ga vertellen. Of zo. Dus. Anyways. We zitten in de auto op weg naar mijn schoonmoeder om Isabel er even af te zetten. We hadden tot 7:30 de tijd om de quiz in te leveren. En we waren deze keer op tijd klaar eigenlijk, hè? Ja, nog 21 dagen. Ja, maar goed, normaal moesten we een boel altijd te stressen omdat we het dan niet af hadden.
En nu waren we eigenlijk zo goed als klaar. Dus dat is wel relaxed. En kindje fijn. Nou, en Isabel heeft heel goed gedaan daar. Hè? Dus we konden gewoon quizzen. Zonder de hele tijd. Ja. Wow. We konden gewoon quizzen zonder de hele tijd. gezorgd te worden door Isabel. Dat ze aandacht nodig had of zo. Dus dat was wel super fijn. Dus dat is wel chill. De eerste tussenstand, dat was de tussenstand na de quiz die we hebben opgehaald op de kerstmarkt 2 weken geleden. Ongeveer, ja, ongeveer. En toen stonden we 11e. En er is altijd tussendoor ook een persoonlijke quiz waar één van de groep dan naartoe moet. En die hebben we niet zo goed gedaan, want dat was dit keer een pubquiz. En die ging ook over een ding, hè. Weet je wat? Nee, en dat weet je dus van tevoren niet. Maar goed, we hadden dus nou iemand gestuurd. Uit Groningen. De man van mijn zus. Dus die stond daar. Nou, het scheelt het misschien wel dat hij nou een jaar of 2 of 3 wonen ze nou in de Lunga? Langer. Want die wonen die niet al waarschijnlijk. Nee, wacht. Die zijn pas na het trouwen weggegaan. Nou, toen wonen we wel samen. Ja. Wel? Ja. Ja, goed, het maakt niet uit. In ieder geval minimaal 2 jaar. Nee, oud Pepijn wordt trouwens 3 alweer. En die is in dit huis geboren. En die is in dit huis, ja. Dus, kijk, dat doet ons man altijd. Nee, ik wilde het namelijk nou ook doen. Dat deed je niet al. Ja, maar ik stopte al vanwege. Dat, daar, maar niet uit. Anyways, wat was ik aan het vertellen? Oh ja, dus die, misschien dat het een beetje is gelukt. Maar goed, toen stonden we in één keer 32e van de 37 teams. Maar dat zegt nog niks. Het was wel 40 punten verschil met nummer 1. Maar ja, goed, weet je, die moeten dan het boekje ook nog goed doen. Hoeveel vragen staan er in het boekje? Dit jaar 95, waarvan veel meer keuzevragen. Ja, ja, niet meer keuze, meerdere. Dus 1A, 1B, 1C, bla 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 bla. Heel veel. Ja, echt heel veel. Dus alles bij elkaar waren er toch denk ik meer dan 150 vragen. Ja. Dus ja, het kan nog alle kanten op, want de anderen moeten het natuurlijk ook maar goed doen. En ik weet niet of zij hebben moeten stressen. En daarbij moesten we ook nog een brug van papier maken. Volgens mij was die nog best stevig. We hebben nog een verjaardagsmuts van een strook papier moeten maken. Nou, met 3 juffen is dat best ook gelukt. Het was ook echt gewoon een basisschool verjaardagsmuts. De standaard muts die je op school gebruikt. Zeker. Leer je die gewoon op de Pabo of zo? Of die zei ik? Geen idee, want ik heb niet op de Pabo gezeten. Ja, maar iedereen doet gewoon iedereen na. Misschien is het dat. Weet ik niet. Iemand heeft ooit zo een gemaakt en sindsdien doet iedereen na. Ja, zoiets. Dus, maar goed. En wat er dan nog? Oh ja, dan moest er een sok gestopt worden. Geen compliment. Daar hebben we net complimenten voor gehad bij het inleveren. Dat het netjes gedaan was, dus helemaal goed. Puzzel. Ja, een puzzel. Is het een puzzel of een puzzel? Volgens mij puzzel. Dubbel Z. Iedereen zegt puzzel. Ja, wij zeggen als puzzel. Dat maakt niet uit. Ik zeg nou puzzel. Niet alleen maken, verzamelen. Ja, verzamelen. Oh ja, want wij hadden van de puzzel maar 2 stukjes. En dan in meervoud. Dus bijvoorbeeld 5 van het ene stukje en 5 van het andere stukje. En wat je moest doen is om met de andere teams ruilen om zo'n complete puzzel te krijgen. Waren die genummerd? Of moet je dat ook nog zelf uitvissen? Nee, dat moet je zelf uitvissen. Dus kijken naar de vorm. Maar we hadden uiteindelijk nog 1 puzzelstukje over. Die ja, dus iemand... 1 team is niet compleet. Ja, sowieso is 1 team inderdaad dan niet compleet. Dat is niet ons probleem. Maar dit hadden we eigenlijk binnen 10 minuten gefixt of zo. Ja, dat ging zo snel. Maar dat komt omdat je bij het ophalen van de quiz had, was je het al een aantal bekenden gezien. Dus die had toen gebeld en dan was er iemand anders in onze groep die wist, oh die en die doen mee. Dus die had die weer gebeld en op die manier ging het. En Ton stond zomaar bij ons op de stoep. Van op Leijgen. Ja, die stond achter ons in de ja, ja, dus die had dat gezien en als die heeft, zal dan nog weten hebben dat we bij elkaar zaten. Maar die waren vorig jaar laatst. Oh, echt waar? Oh, dus die probeerde schade in te halen hier. Nee, die hadden zoiets van, we vinden het wel gezellig, maar daar gaat hem toch niet worden. Dus. Oh ja. Oh ja, dan worden we niet van die laatste. Nou goed. Maar verder hebben we het super goed gedaan. Er was veel eten. Lang niet alles om. Ik ben zo bezig met de vragen. Ik moet wel zeggen dat ik veel minder vragen heb gedaan dan normaal. Maar dat komt omdat ik eigenlijk met een zoeker bezig ben geweest.
En dat soort dingen. Dus dat duurde gewoon allemaal veel langer. Dan vragen we wel op tijd af. Ja, ja, ja. Kijk, en dat vragen dan ook vragen. Ik had ook gewoon vragen die wij ook gewoon langer over moeten doen. Maar ik had wel een Disney woordzoeker gemaakt. Oh. Ja. Ik heb echt 20 vragen gezien en de rest heb ik mij helemaal niet bemoeid. Doordat ik ook maar een paar vragen heb gezien, weet ik echt begon niet wat er allemaal gevraagd is. Totaal niet. Terwijl ik normaal veel beter weet wat er allemaal gevraagd is. Maar dat kwam ook omdat we nou met twee aparte... kamer staat, omdat het huis natuurlijk zo... Ja, drie aparte ruimtes. Ik heb de hele avond alleen gezeten. Oh, ja, maar waarom ging je daar zitten? Waar had ik moeten zitten? Ja, anders bij Sian. Ik zat al prima. Dat maakt me lekker mijn ding doen. Ah, oké, jij zat wel lekker bezig bij hem, dus... Als je gewoon alles wat ik moest hebben, heb ik afgekregen. Dus ik vond prima. Daarna heb ik nog niets kunnen houden. Ja, dat is ik heb dus helemaal, voor de rest eigenlijk helemaal niet meegekregen over waar je dat er allemaal in zat. Nee, ik ben op een gegeven moment dingen gaan invullen, waardoor ik wel nog wat vragen heb meegekregen. Maar verder, ik heb echt geen idee. Ik weet dat er altijd vragen over de geschiedenis van het dorp bij zitten, die heb ik helemaal niet gezien. Ik ook niet. Nee, dat weet ik ook niet inderdaad. Dus, dat is wel grappig, omdat dit nou de vierde keer is. Ja, het is de vierde keer dat we meedoen. Met grotendeels gewoon altijd dezelfde mensen. Dat je nou ook echt gewoon, je krijgt het boekje en dan zien ze de categorieën en dan spreken van oké, die categorie is jou, die categorie is jou, die categorie is jou. Muziek, Roy, alsjeblieft. Ja. Er werd niet eens meer gevraagd van ik doe die wel of zo. Dus nee. Oké, iedereen heeft zijn sterke punten en dan kijken we daarna wel verder. Maar ik moet zeggen, ik werd op een gegeven moment wel knettergek. Omdat ik mijn eigen vragen aan het maken was. Ik was dus bezig met de 10 verschillen zoeken op zo'n grote plaat. Met super kleine details. Zeker. Goede tip was om daar hokjes van te maken en dan per hokje zeg maar te zoeken. Maar ik werd op een gegeven moment helemaal dat ze mij vragen gingen stellen, omdat ik dus goed overweg kwam met bepaalde vragen. We gaan niet vertellen hoe, want als andere teams te zien, dan is dat onze strategie. Dus dan op een gegeven moment toen kon ik ook niet meer zoeken in die zoeken, want ik werd gewoon knettergek. En toen sloegen mijn hersenen op hol en had ik het geduld ook niet meer om gewoon naar al die kleine details te kunnen kijken. Toen heeft Rochetal het overgenomen. Uiteindelijk heeft het Rick volgens mij de laatste gevonden. Ja, want Rochetal kon de laatste niet vinden. Dus ik had er twee gevonden. Twee maar? Ja, omdat ik dus de hele tijd gestoord werd. Okay. En voordat ik uiteindelijk een lineaal had om die hokjes te maken en zo. Rochetal heeft er dus zeven gevonden. Ik ga even overigens voor die 5 minuten, ik heb je kaartje erin nodig. Ja, maar als je controleren, dan er wel op. Ik heb niet eens een pen in dan. Hoezo niet? Die heb ik voor het zandert in. Ja, nee, ik niet. Mm-hmm. Maar goed, we zijn dus bij mijn schoonmoeder en daar is een plekje, denk ik. Daar. Staat daar een auto tussen? Nee, woehoe! Dus ik ga de camera even wegdoen en dan gaan we even Isabel afzetten. En dan gaan we terug. Maar goed, jullie gaan het zien hoeveelste we worden. Is er bij het toesturen van de foto's een foutje van onze kant ingeslopen? Daar kunnen we nou ook niks meer aan doen. In de nieuwe Nieuwblad, nummer 14, weet je. En nummer 13, witte rond. Nou, dat kan wel kosten. Nummer 11, volgende op de hoogte. We doen nog nummertje 10 en dan heb ik echt iets anders. De 10 is een plus van nummertje 10. Ik wil het eventjes met jullie hebben over de...